De Jette. Ja, voorzitter, dat iets via een geitenpaadje mag, wil niet zeggen dat het ook goed is. Nederland is een van de oudste democratieën ter wereld. Deze Tweede Kamer is een van de oudste nog functionerende parlementen ter wereld. En de heer Wilders gaf net ook in zijn inleiding aan, hij is het langzittende Tweede Kamerlid. En het tweede langzittende Tweede Kamerlid is de heer Pieter Omtzigt van NSC. U weet dus allebei heel goed hoe belangrijk het is dat de Tweede Kamer echt in zijn positie staat als het gaat om de controlerende taak van het kabinet. En een KB slaan, per decreet gaan regeren, zet die Tweede Kamer niet in de positie om ook echt als wetgever aan het stuur te zitten. En zoals de heer Bontebal net al zei, u heeft een meerderheid in deze Tweede Kamer. Dus mijn vraag aan de heer Wilders is, voorzitter, waar is hij eigenlijk bang voor als we het gewoon via de nette route doen en eerst die wetsvoorstellen behandelen voordat ze in werking treden? Ja, voorzitter, ik geef nu echt het spijt me. Ik doe het graag, want ik heb respect voor de collega van D66. Maar ik kan niet anders dan hetzelfde antwoord geven, dus dezelfde vraag als op de heer Bontebal. En dat is opnieuw tweeledig. Aan de ene kant is het een democratische procedure die de wetgever zelf in dit huis in het leven heeft geroepen. Nee, maar u kan niet zeggen dat de Kamer hier wetgeving heeft gemaakt die ondemocratisch is. Daar heeft de Kamer dan op zijn minst zelf voor gekozen. Want dit is een wet, de Vreemdelingenwet, waarin artikel 110 en 11 door deze Kamer en door de Eerste Kamer is geaccordeerd, zoals iedere wet. Dus kom bij mij niet aan dat het ondemocratisch is, want dat is het niet. Het is gewoon een wet waar, ik weet niet of uw partij daarvoor heeft gestemd, maar waar een meerderheid voor beide Kamers voor heeft gestemd. Anders was het geen wet geworden. Tweede reden is, er is een voortduringswet die, ik zei het al, artikel 2 van, of lid 2 van artikel 110 van de Vreemdelingenwet, meteen naar de Kamer gaat. Dus dat KB zegt, we gaan het nu doen. En die voortduringswet, die moet meteen naar de Kamer. En als de Kamer dan zegt, dat willen we niet, dan vervalt het meteen. Dan zal de minister-president meteen een einde moeten maken aan dat KB wat hij heeft geslagen in eventuele AVB's. En dat kan meteen in de Kamer behandeld worden. Dus ik bestrijd dat de Kamer niet aan het woord komt. De Kamer kan, als ze die voortduringswet krijgen, kunnen ze het dezelfde week nog behandelen en dezelfde week nog overstemmen. En dan weet je dezelfde week nog of het door kan gaan of niet. Voorzitter, allereerst indrukwekkende poging van de heer Wilders om zich ook echt als nester van de Kamer te gedragen en heel rustig aan ons uit te leggen hoe staatsrecht en wetgeving werkt. Dat heb ik de afgelopen 21 jaar niet altijd zo indrukwekkend van u gezien. Maar nogmaals, dat iets mag van de wetgever, betekent niet dat je het ook moet inzetten. En die noodgreep die u nu beschrijft, die is bedoeld voor noodsituaties. En dat hebben we in de afgelopen 80 jaar in dit land gezien op het moment dat er een oorlog uitbreekt of een enorme pandemie waar acuut moet worden gehandeld om mensenlevens te redden. Dat is nu niet aan de orde. En toen het vorige kabinet een paar keer probeerde om via deze versnelde routes wetgeving te maken of maatregelen te treffen, was het de heer Wilders zelf of zijn collega Marcus Sober die hier aan de microfoon stond en zei, dictatoriale trekjes van het kabinet om op deze manier te denken dat het land te besturen is. U komt eerst naar de Tweede Kamer en hebt daar gewoon een fatsoenlijk debat met de volksvertegenwoordiging. Dus hoe kan het dan dat als u nu in een andere rol zit, u het prima vindt om deze route te bewandelen? Waar bent u bang voor om gewoon eerst even hier in het parlement met elkaar te spreken over asielmaatregelen die de minister wil treffen? Nou, dat doen we. Doordat het kabinet meteen die voortduringswet indient, kunnen we hier dezelfde dag nog over debatteren. Dus het is gewoon een fake beeld om te doen alsof die AVB's maanden gaan duren en dat de Kamer daarna niks voor het zeggen heeft. De wet zegt dat bij het slaan van dat KB er terstond een voortduringswet naar de Kamer moet. En zonder die voortduringswet vervalt alles. Of als de Kamer, als wij in meerderheid, wat ik natuurlijk niet hoop, die wet zouden afstemmen. En dan is op hetzelfde moment bestaat het allemaal niet meer. Dus de Kamer heeft meteen, dat zit ingebakken. De wetgever heeft daar goed over nagedacht. Die heeft gezegd, het is een soort vorm van noodtoestand. Niet zo vergaande als artikel 103, maar toch een vergaande noodtoestand. Dus de minister-president kan met artikel 110, 111, kan die dat afroepen. Een KB zelf is trouwens niets. Hè. Dat moet gevuld worden met wetgeving of AVB's. En door die voortduringswet zal de Kamer er terstond over kunnen debatteren. En dat gaan we ook doen. Ik weet zeker, als ik dat niet vraag, dat u dat wel vraagt. Trouwens, iedere wet moet worden behandeld. Dus het is gewoon niet waar dat de Kamer buitenspel wordt gezet.
Voorzitter, het gaat om de volgorde waarin we dingen doen. Gaat iets eerst in werking en bespreek je het daarna in de Tweede Kamer? Of is eerst de Tweede Kamer aan zet? Precies waar u 21 jaar lang als Tweede Kamerlid voor heeft gepleit. Dat gooit u nu overboord. Dat vindt u nu even niet belangrijk. Zodat daarmee stoere symbolische maatregelen in het leven kunnen worden geroepen om uw verkiezingsprogramma te dienen. Dat is niet de wijze waarop ik verwacht dat een zogenaamd extra parlementair kabinet en de leider van de grootste partij zich hier gedragen. Want doen we het nu bij dit onderwerp, dan komen we ook snel op een glijdende schaal dat we het in allerlei andere noodsituaties ook op deze manier gaan doen. En dan, meneer Wilders, gedraagt u zich niet als een verantwoordelijk leider van de grootste partij van het land, maar als een soort zonnekoning die doet en laat wat hij wil en het parlement passeert op het moment dat het hem goed uitkomt. Nou, voorzitter, ik ben geen zonnekoning. Ik doe niet wat ik wil. Dit is afgesproken met vier partijen. Vier partijen die samen bijna 90 zetels hebben, hebben hier een handtekening onder gezet. Er is een formele procedure. Het gaat via de ministerraad, het gaat naar de Raad van State, het komt hier naartoe, er is een voortduringswet. Er zijn geloof ik 50 democratische middelen ingebouwd en de helft daarvan betrekt het parlement er volledig bij. De heer Dassen. Ja, voorzitter, de vorige Nestor van deze Kamer, de heer Van der Staaij, die zei deze week heel treffend. Deze route is bedoeld voor bestuurlijke overmacht, niet voor bestuurlijke onmacht. En het voelt nu toch ook heel erg alsof dit een afleidingsmanoeuvre is voor het simpele feit dat mevrouw Faber de wet gewoon nog niet klaar heeft. En dat dat ook deels komt omdat de motivering daarvan zo ontzettend lastig is, omdat de minister-president zelf ook zei, ja, mensen ervaren een asielcrisis. Maar de vorige staatssecretaris heeft natuurlijk al aangeduid en aangetoond dat dat geen reden is om het op deze manier te doen. Dus ik vraag nogmaals aan de heer Wilders, van is dit dan een afleidingsroute om aan te eigenlijk te tonen dat de motivering te complex is of dat mevrouw Faber de wet nog niet af heeft? Of is de heer Wilders inmiddels van mening dat inderdaad het beter is om wetten voor te gaan invoeren en er dan daarna pas in het parlement over te gaan spreken? Nee, voorzitter. Het is nog gewoon de procedure die de wet geeft. En de minister-president heeft meer gezegd dan alleen maar het is een gevoel. Ik heb hem gisteren ook horen zeggen, ja, dat heb ik toen gezegd. Maar natuurlijk moeten er ook inhoudelijke redenen bij komen. En die heeft hij ook. Die heeft het kabinet ook. Ik geloof ook dat het kabinet dat zelf gaat bespreken. Hè. Dat is dat dragend gemotiveerd zijn moet erin zitten. Dus dat gaat ook gebeuren. En dan zal het kabinet serieus naar kijken. En als dat voldoende dragend gemotiveerd is, dan gaan we die procedure beginnen. En dat is een democratische procedure waar de Kamer bij betrokken wordt. En voorzitter, ik vind het zo bijzonder, want het kabinet zit inmiddels al een tijdje en er is al weken wordt hierover gesproken en nog steeds is er blijkbaar geen dragende motivering gevonden. Dus ik vraag me dan af of die ook wel te vinden is en dat we dan ook met elkaar weten dat dit een doodlopende weg is. Maar wat mij voornamelijk ook verbaast is dat de heer Wilders hier altijd als volksvertegenwoordiger heeft gestaan en dat hij het nooit zou hebben geaccepteerd dat op deze manier het parlement buitenspel zou worden gezet. Dus ik vraag mij dan af, is de heer Wilders inmiddels zo haaks geworden? Of is hij van mening dat inderdaad de achterkamertjes inmiddels wel gebruikt mogen worden? Dat het kabinet op deze manier de Tweede Kamer buitenspel mag zetten? En voorzitter, de heer Wilders in alle debatten waar ik hem gezien heb, heeft hij het vaak gehad over leeuw of lam. Is dit parlement een leeuw of een lam? Als hij die vraag zou stellen op dit moment en wij als Tweede Kamer zouden accepteren dat het kabinet op deze manier kan gaan regeren, dan zou dit parlement een lam zijn, volgens de heer Wilders. En ik vraag mij af, zit de heer Wilders dan nu bij dit kabinet op schoot door dit zo te accepteren? Of kunnen we de heer Wilders nog verwachten in de volksvertegenwoordiging, waar het volk vertegenwoordigd wordt en het debat wordt gevoerd, en accepteert hij ook niet dat de Kamer buitenspel wordt gezet? Ja, voorzitter, voor de 25e keer, de Kamer wordt niet buitenspel gezet. Hoe vaak moet ik het u nog zeggen en uitleggen? Er is een voortduringswet. Die voortduringswet die moet terstond, lid 2 artikel 110 vreemdelingenwet, na het slaan van het KB op grond van artikel 111 naar de Kamer worden gestuurd. Als de Kamer kan daar meteen over debatteren. Als de Kamer het verwerpt, dan vervalt alles, wat ik natuurlijk niet hoop. Dus u kunt wel doorgaan met volgens de ingestudeerde zinnetjes, maar de Kamer wordt niet buitenspel gezet. De Kamer heeft, zoals het hoort, en inderdaad, dat zeg ik ook als Nestor van deze Kamer, het laatste woord
En heel snel ook, want dat wetsvoorstel, die voortduringswet, moet meteen door de premier en het kabinet naar de Kamer worden gestuurd. Bij wijze van spreken op de dag dat hij het KB slaat op grond van de 111. Afrondend. Ja, voorzitter, het verbaast me gewoon dat de heer Wilders oké is met deze afleidingsmanoeuvre. En dat hij zich op deze manier verstopt achter procedures. Zo ken ik de heer Wilders niet. Dat zou hij nooit accepteren. Maar blijkbaar is de heer Wilders inmiddels enigszins bang gevoeren dat als we hier bang geworden, dat als we hier het debat in alle openheid zouden doen, dat inderdaad de motivering volledig zou ontbreken en dat dit meteen van tafel zou moeten. Maar het debat hier over die voortduringswet doen we in alle openheid. Maar niemand... Doe het dan eerst dit voor. Breng de wet naar de Kamer. Ja, als ik niet mag spreken, dan houdt het op. We doen dat in alle openheid. De wet, de voortduringswet, niemand stelt voor om dat achter gesloten deuren te doen hier in de Tweede Kamer. Dat doen we gewoon in openbaarheid, live op televisie, iedereen op de publieke tribune. Je mag uw hele familie uitnodigen, iedereen kan hier komen kijken. Dat is gewoon een openbaar debat. Dat is een openbaar debat. Dat is een debat wat de Kamer, de procedure, de Kamer zelf democratisch toe heeft besloten. De Kamer zelf besluit wanneer ze dat debat houden en wat ze van die wet vinden. Ja, transparanter kan het niet. Het is gewoon een procedure die bestaat. Wij hebben als coalitie die procedure niet verzonnen. Die staat al in de wet.